Goedendag. Ja, dit weekend is het zover. Sinterklaas komt weer in het land. En hier in 2021 liep hij er droog bij. Maar dat gaat morgen niet lukken, want er komt flink wat regen richting Nederland. En dat trekt precies zaterdag over. We gaan in deze weekendverwachting beginnen met vrijdagavond. Dan zijn er best wel wat opklaringen boven Nederland. En dan is het ook al donker. En wat is er aan de hand? Deze nacht piekt precies een meteorenzwerm, de Leoniden. Als het nu nog helder is, kunt u misschien vrijdagavond ook nog even naar boven kijken, want misschien ziet u ze wel. In het noordoosten van het land blijft het langst helder, want vanuit het westen neemt de bewolking dus toe. In de loop van de nacht raakt het bewolkt en daar zien we dat regengebied overtrekken. En dan komen we in een westelijke stroming terecht en dat levert zondag flink wat buien op. Kortom, het weekeinde is weer zeer wisselvallig. In detail kan ik ook mooi laten zien wanneer die regen ongeveer het land binnen gaat komen op zaterdag. Hier zien we de neerslagzone aankomen schuiven in de eerste helft van de ochtend op de kust. En dan trekt dat zo over. En al met al gaat er dan overdag toch op veel plaatsen wel zo'n 10 mm water vallen. In de avond wordt het dan overwegend droog. De nacht verloopt dan ook grotendeels droog. En dan krijgen we zondag overdag dus de regenbuien. Voor komende nacht ziet het er als volgt uit. Nog wel wat lage temperaturen. Rond het vriespunt kan het in het noordoosten nog even worden, totdat die bewolking binnenschuift. Misschien dat er ook nog wel even wat mist en nevel ontstaat. En zoals gezegd, u kunt misschien in de avond nog een paar vallende sterren zien. Het is toch wel even de moeite waard als u buiten bent om naar boven te kijken. Zeker als u op een donkere plek aanwezig bent. U kunt meer over de Leoniden lezen trouwens op onze website. Daar hebben we een uitgebreid artikel erover staan. Er staat niet veel wind. Vanuit het westen dus die toenemende bewolking. In het zuiden van het land 3 tot 5 graden. En dan morgenochtend de regen die binnenkomt schuiven. In de middag is het toch wel nat hoor op de meeste plaatsen. Met temperaturen tussen de 7 en 10 graden. En kijk eens naar die wind. Die is matig tot krachtig. Dat zorgt ervoor dat het water koud is. Als u naar de intocht gaat, kleine kinderen goed warm aankleden en ook als het kan natuurlijk regenkleding aan, want het wordt kletsnat. Zondag, dan hebben we te maken met buien. Dan zitten we opeens in een hele andere luchtsoort. Kijk maar eens naar die temperaturen. 12 tot 14 graden wordt het dan. Af en toe kan misschien even de zon doorbreken, maar het wordt toch in de loop van de dag steeds natter. Maandag ook een wisselvallige dag. Dan wordt het 11 graden op de meeste plaatsen. En dinsdag, dan wordt het weer wat koeler als de wind geleidelijk aan naar het noorden draait. En het blijft wisselvallig. Fijn weekend.